Google Maps kan veel meer dan enkel de snelste weg van A naar B tonen. Tegenwoordig haalt Google steeds meer informatie uit andere websites om ze op hun eigen kanalen te tonen, zo ook in Google Maps. Een eerste voorbeeld zijn openingsuren van winkels, openbare diensten en dergelijke meer. Zoek ik bijvoorbeeld naar een muntpunt, dan krijg ik niet alleen de ligging van het muntpunt te zien, maar krijg ik ook te zien wanneer het muntpunt geopend is, vandaag van 10 tot 8. En krijg ik ook andere contactgegevens te zien. Google Maps gebruik je misschien ook als routeplanner. Stel, ik wil van muntpunt, dat ik als start ga pakken, naar het UZ in Jette. Ik krijg verschillende routes te zien. Ik kan klikken om andere routes. En als ik dat wil, omdat ik bijvoorbeeld weet dat er hier werken zijn, dan kan ik nog mijn route aanpassen. Door met uw muis op de route te gaan staan, uw muisknop in te houden en de route te verslepen. Nu, de meeste mensen gebruiken Google Maps alleen om routes te breken met de auto, maar je kan het ook gebruiken om routes te breken met fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Tip voor de fietsers: gebruik je best meteen de routes voor wandelaars. Waarom? Google houdt eigenlijk voor het berekenen van zijn routes in eenrichtingsstraten rekening met de regels voor de auto's en past die ook toe voor de fietsers. Terwijl fietsers in België heel vaak toch in twee richtingen mogen. Dus dat betekent als je de routes voor fietsers gebruikt die Google voorstelt, dat je veel meer omweg moet maken dan je effectief, of dat je in de praktijk eigenlijk zou moeten doen. Dus als ik een route wil zoeken voor met de fiets te doen, dan kies ik altijd voor lopen en doe ik die route. Tot slot, wat Google ook doet tegenwoordig, is gegevens van mobiliteitsbedrijven als MIVB of De Lijn overnemen, waardoor je Google kunt gebruiken om te weten welke bus dat je moet nemen. Stel, ik wil dus van muntpunt naar het UZ Brussel gaan, dan kan ik dat meteen in Google doen. En dan krijg ik allerlei verschillende routes te zien, of mogelijkheden. En ik kan zelfs een planner bekijken. Als ik op de planner klik, dan zie ik wanneer de eerstvolgende is, waar stel ik maar om iets na twee kan vertrekken, dan neem ik best deze. En dan weet ik dat ik hier tram 6 en nadien bus 14 moet nemen. Ik heb het gecontroleerd. Het is niet altijd heel hetzelfde als bijvoorbeeld op MIVB. Maar je raakt er ook wel. Hè? Dus soms is het zelfs iets sneller dan de MIVB, soms iets traag. Het zijn niet altijd heel dezelfde gegevens. Nu, als je heel zeker wil zijn, raad ik toch aan van eerder op de website zelf te gaan. Maar in Brussel weten wij makkelijk dat het om de MIVB gaat. Maar als je naar het buitenland gaat, is dat niet altijd even duidelijk welke busmaatschappijen er allemaal zijn. En dan is dit perfect om te gebruiken. Stel, ik ga eventjes dus ik ga nu eventjes in Londen van Westminster naar Piccadilly Circus gaan met het openbaar vervoer. Ziezo, en ik krijg meteen alle gegevens. Terwijl ik totaal niet vertrouwd ben met het Engels openbaar vervoer, krijg ik toch heel wat gegevens te zien. Nu, ik kan op de planner kijken en op die manier gaan zoeken naar het meest geschikte traject.